Maak een middenscheiding en pak daarvan een klein driehoekje op. Verdeel die in drie strengen. Eerst gaat de linkerkant onder één door, dan gaat de rechterkant onder één door. Pak er steeds aan iedere kant een plukje haar bij en samen gaan ze er onderdoor en vlecht naar de kruin toe. Aan de linkerkant heb ik hetzelfde gedaan. De twee vlechten voeg ik samen en ik pak er steeds iedere keer weer een plukje bij. Die gaat er weer onderdoor. Om de vlecht wat breder te maken, haal ik het voorzichtig van beneden naar boven toe wat losser. De punt van de vlecht gaat naar binnen en zet ik vast met schuifspeldjes. Shane gaat hier laten zien hoe makkelijk het is om het te versieren. Hij heeft een kaartje met sierspeldjes, waarvan aan de achterkant klittenband zit. En hij plakt ze in het haar. Wil je deze steentjes ook bestellen? Kijk in de beschrijving voor de link of klik op het logo van Beauty Plaza.